Wil jij ook werken in het onderwijs? Kom, ga met me mee. Mijn naam is Quintijn. Ik werk als docent bij Rijn IJssel op de opleiding Sociaal Werk. Wat ik merk is dat ik ongelooflijk veel energie krijg van het contact met studenten, contact met jongeren, een relatie met ze opbouwen, ze leren kennen en met ze meelopen in hun ontwikkeling. Mijn passie voor de zorg, mijn passie voor jongeren, die zag ik gewoon heel mooi gecombineerd in de functie van docent. En vandaar dat ik heel graag die overstap wilde maken. Ja, de begeleiding van Randstad heb ik echt als top ervaren. Er waren een aantal vragen die ik mezelf stelde. Van, heb ik het in me? Word ik er blij van? Krijg ik er plezier voor terug? Krijg ik er energie van? Nou, Randstad heeft me met al die stappen gewoon onwijs geholpen. Ik heb een capaciteitentest gedaan. Ik heb een training via Randstad gedaan. En zonder Randstad denk ik dat ik hier niet had gezeten. Mijn tip voor andere overstappen zou zijn om echt de tijd te nemen om je te oriënteren. Lekker proefdraaien op scholen, met een traject meelopen zoals wat Randstad aanbiedt. Ik denk dat het ongelooflijk veel op kan leveren. Ik ben Mansi en ik ben teamleider bij de opleiding Sociaal Werk bij Rijn IJssel. Samenwerking met Randstad bevalt goed. Ik heb nu dan Quintijn als zij instromen binnen via Randstad. En we hebben heel leuk contact over gehad, goede afspraken over gemaakt over hoe die bij ons terechtkomt. Het is belangrijk om zij-instromers te krijgen van de arbeidsmarkt in het onderwijs. Mensen die directe ervaring hebben in het werkveld en dat die meenemen in het onderwijs. Er is natuurlijk op bepaalde vlakken ook een lerarentekort. En dan is het alle hands aan dek om te zorgen dat je je docenten voor de klas kunt krijgen. Zij-instromers in het team zijn heel erg belangrijk. We willen actueel blijven als opleiding. Als je moet wachten op een nieuw kwalificatiedossier, dan is dat vaak 4 tot 6 jaar oud. En dan loop je alweer achter op de arbeidsmarkt en op de sector. Ik vind het belangrijk dat een zij-instromer de kennis uit het werkveld en de vaardigheden uit het werkveld meeneemt. Studenten vinden het ontzettend belangrijk dat ze een echt verhaal horen. Dan hangen ze aan de lippen. Verder belangrijk in het team kunnen samenwerken. Nieuwsgierig zijn. Ja, en hard willen werken, want het onderwijs is gewoon heel hard werken. Ik ben Anja, opleidingsadviseur bij Randstad Onderwijs en nu begeleid carrière switches naar het onderwijs. Randstad heeft een oriëntatieprogramma eigenlijk om 2 redenen. Aan de ene kant hebben we een enorm tekort aan docenten, dus hebben we gewoon nieuwe toestroom nodig. En aan de andere kant hebben we kandidaten die ons vragen van ik wil wel graag docent worden, maar ik weet niet hoe ik er kom, kun je me daarbij helpen? Een zij-instromer kan verwachten dat we hem van A tot Z bij de hand nemen om te ontdekken of er een docent in iemand verstopt zit. En dat doen we door 3 fasen. In de eerste stap om te kijken of je qua capaciteit voldoende in huis hebt. Dat gaan we met een onderzoek doen. Vervolgens ga je op training, ga je ook echt voelen wat het onderwijs met je doet. Dan ga je bij verschillende scholen kijken. En tot slot krijg je uitgebreid persoonlijk opleidingsadvies, zodat jij weet wat jouw route gaat worden, hoe jij bevoegd voor de klas kan komen. Een zij-instromer komt uiteindelijk te werken in het onderwijs, dus voor de klas. En in welk type onderwijs dat is, is ook afhankelijk van waar jij als kandidaat naartoe wilt. Dus dat is ook weer een persoonlijk traject.